Welkom, lieve Ram, in deze algemene legging voor de maand van september. Mijn naam is Mariana en uiteraard zijn de decks vooraf goed doorgeschud. En zodat wij gelijk van start kunnen gaan met de kern van de zaak. Natuurlijk gaan we zien wat daar nog een beetje lastig van kan zijn, maar natuurlijk wat er van onderaf mee gaat komen. En dan wat komt er van boven nog mee? Natuurlijk gaan we daar een klein beetje op door zometeen, maar dit is de bewuste lijn daarvan. Wat je al weet, maar we gaan ook meenemen wat nog niet helemaal duidelijk blijkt te zijn. Ook hier gaan we dezelfde kant uit. Ook wat van onderaf, vanuit het innerlijk wordt meegebracht. En ook waar van bovenaf dan iets nieuws zal binnenkomen. Nou, we gaan daar even op door. Want ook in de bewuste lijn willen we daarvan de expressie zien. En dat doe ik met een ander dekje. Oh, dat zijn deze twee die toch samen willen komen. Dus ik doe dat. Die tellen dan voor één. En we gaan ook dat wat nog niet helemaal in beeld blijkt te zijn, ook belichten in dit verhaal. Dan gaan wij daar nog een stukje op door. Oh, ik kijk even onderop. Ik zag de maan. Dus er zijn best wel wat dingetjes die wat angst meegeven waarin je zit wellicht. Maar we gaan zien wat komt hier naar voren. Wat gaat helpen? En dan een stukje van de omgeving nemen we daar voor mee. Oh, die rolt er al gelijk uit. Dat is makkelijk. De mogelijkheden, die steekt er helemaal uit. Die wil ook mee. En dan gaan wij naar de verwachtingen. Nou, ik heb hem hier. Oké. En deze kwam ook mee naar voren geflipt. Dus ik neem hier toch nog één extra voor mee. We openen in de kern van de zaak. Ja, de gehangene. Er lijkt wel even een vorm van stagnatie te zijn in datgene wat je eigenlijk, welke kant je uit wilt eventueel. Of misschien je wilt iets nieuws ontwikkelen of ondernemen. Een nieuwe relatie of een nieuwe werkplek. Maar even is daar nog niet de directe beweging in. Het vraagt nog heel even zijn tijd. En vooral wordt er meegegeven, blijf niet daarin stilzitten. Het lijkt even stil te staan, maar intussen komen er nieuwe zaken in ontwikkeling. Dus lieve Ram, niet getreurd, het gaat de goede kant uit. Nou, treuren komt hier toch wel een beetje naar voren, want dit ligt daar dus letterlijk als uitdaging op. En dit is de zwaarde 9. Je bent er bijna, lijkt dit mee te geven. De laatste loodjes wegen het zwaarst. En dat zie ik hier. Er komt zeker een soort nieuwe periode aan. Dat kan zijn in een relatie, maar dat kan ook op een werkplek zijn. Een nieuwe periode waarin je meer opluchting zal ervaren. En niet allemaal van die onzekerheden die vooral zwaarde 9 meegeeft. Maar we zien ook in dit deck alle zwaarden ook netjes op een lijntje nu staan. Het gaat de goede richting in. En ja, het lijkt alsof je jezelf nog wat lam geslagen voelt. Maar je ziet aan die prachtige bloemen die bloeien op deze hoopvolle sprei, hè, de geel van hoop eigenlijk en de rood, dat er in de praktijk een nieuwe ontwikkeling zal gaan komen. Nou, we zien hier dan meekomen van onderaf de vertrekkaart. Het kan dus zijn dat het te maken heeft dat je ergens moest vertrekken, kan zijn op een werkplek, dat je over moest gaan naar een andere functie die nog niet helemaal voor jou bekend was. Dat kan natuurlijk ook wat zorgen geven, dat zie ik hier meekomen, maar toch, je hebt echt in huis wat er nodig is met deze gehangene om ook die nieuwe functie weer tevreden
te gaan invullen. Het kan ook zijn dat het gaat over een ontwikkeling met betrekking tot een relatie. Hè, dat jij misschien uit een relatie aan het stappen bent om meer rust in jouw leven te vinden en jouw eigen visie in ontwikkeling te brengen. Hè, het kan zijn dat dat binnen een relatie niet meer mogelijk bleek. Hè, dat kan voorkomen. Maar natuurlijk, het kan ook over je eigen processen gaan, dat je al langer op een mentaal gebied eigenlijk bezig bent om zaken in jezelf anders te gaan bekijken, dat het in jouw voordeel kan werken. En dan vertrek je eigenlijk dus naar een onbekend gebied, want de oude gewoonte is bijvoorbeeld gedachten te handhaven die totaal geen goede boodschap inhouden naar jou toe, maar dat je gaat aanleren een nieuwe gewoonte, dus dat is onbekend, die jou dan vrede gaat brengen, rust gaat brengen, een nieuwe gewoonte ten voordele van jou. Nou, hier gaat het dus over. Dit is wat van onderaf meekomt, de duivel. Dus ja, geen wonder, hè? De duivel kan zo beangstigend zijn en het idee geven, ik kom hier nooit vanaf, ik kom hier nooit uit, ik kom hier nooit doorheen. Hoe ga ik dit oplossen? Al die vragen, en dat brengt een enorme angst en onrust en bijna onderdrukking met zich mee. En dat zie ik hier naar voren komen. Maar hier zien we 5 en 1. Is 6 bij elkaar natuurlijk. En hier zien wij ook de 10 is een 1 en de 5, dat is 15, maar dat is ook een 6. En 6 en 6 is 12. En dat geeft eigenlijk aan dat er een andere weg gevonden gaat worden in oplossingen. En dat kan dus nogmaals binnen jouzelf zijn, kan ook binnen een relatie zijn, maar ook binnen een werkplek zijn. Een nieuwe functie zal jou dan zeker, die nog wel onbekend lijkt te zijn voor jou, maar toch een andere balans in jouw leven en rust gaan brengen. Ja, stappen in die boot van vernieuwing. En ja, het denken dat je vastzit, mocht het over mentale processen gaan, dat ga jij zicht op krijgen. Zicht in het feit van dat je er helemaal niet aan vast zit. En dat je kan besluiten om uit bepaalde ideeën te stappen door er nieuwe voor in te brengen. De oude gewoonte laten varen en de nieuwe verwelkomen. Welkomen, ja. En dan van bovenaf krijgen wij hier te maken met de kracht. Nou, dat is de hoop. De kracht van hoop wordt hier heel erg toebedeeld aan jou. Dus om hoop te houden dat je er doorheen komt. Ja, het is best een hachelijke toestand op zijn minst. Ja, het kan op een werkplek zijn, hè, dat er heel veel conflicten zijn en iemand heel naar tegen je doet of heel negatief. Hè, maar je hebt de kracht om dat, om staande te blijven in deze positie, want er komt een verandering op til. Hè, dus je mag de hoop bewaren dat je dit volhoudt. En dan hier is dan die 3, de verbondenheid. Ja, je kan dus zeggen een nieuwe samenwerking komt tot stand. Ja, als jij op een werkplek een andere functie krijgt of binnen een connectie waar je uit zou stappen omdat je voor je nieuwe visie gaat kiezen. Of het kan sowieso met dat jij denkt ergens aan vastgezeten te hebben, maar je ontdekt ineens je andere kwaliteiten van wijsheid, hè, met die adelaar. En dan krijg jij een gelegenheid tot een vrije vlucht met gebruikmaking van jouw eigen kracht. En dan valt dit natuurlijk van je weg, want dan stap je als het ware in een boot van een nieuw gebied. Nou, wat is hier onbewust meegegeven? Nou, een pijnlijke situatie in ieder geval, maar de pijn is er al uit. We zien hier de 3 zwaarden zweven boven het hart. Het is nog in de mind en dat zie ik hier. Bepaalde pijnlijkheden,
Dus bijvoorbeeld als het een eigen ideeënproces is in jouw ram, dan kan het zijn dat jouw eigen denken jou belaagt. En dat heeft te maken met negatief denken, laat ik dat zo zeggen. Maar door daar zicht op te krijgen, dat verandert de zaak. Dan ga je niet meer van de wanhoop van ik kom hier niet uit. Dan zie je het nog wel, maar er ontstaat een nieuwe praktische inspiratie, zou ik zeggen, om hier een ommekeer in te brengen. En natuurlijk zien we dat al hier, dat dat al bezig is met deze gehangenen. En dan, ja, dit is heel vaak dan het issue, hè? De blinddoek dan af gaan doen. Maar hier zit je al in de positie. Normaal is het de zwaarder gekruist over het hart bij de reder weet. En dan hè, de handen ook helemaal eigenlijk bijna in elkaar gedoken. Maar hier zijn de handen al vrij. Dus er is inzicht gekomen. Maar ja, in de gedachtenwereld kan er dan nog wel een en ander afspelen. Maar de blinddoek zal dus afgedaan worden door jouzelf. Wat inhoudt dat jij werkelijk een nieuwe visie aan het creëren bent. Over dat stuk wat jou belaagt. Of dat nou intern is in jouw gedachtenatmosfeer. Waar je heel lang dacht aan vast te zitten. Ja, daar kom je dan uit. Daar zul je uitstappen. Ja, in de boot naar een nieuw rustig vaarwater. Maar dat kan ook zijn dat je uit een relatie stapt waar je heel lang wellicht blind bent in meegegaan, maar waar je dacht nooit tot je recht te komen al, maar ook dacht, ik kan daar niet uitstappen. En toch zien we hier iemand die zeer krachtig is en zeker een nieuwe samenwerking van binnenuit in gang weet te brengen. Maar kortom, hier zien we dus de beslissing wel vallen. Het kan ook over werk zijn, hè, dat je inderdaad nu op het punt komt dat je door hebt wat er afspeelt en daardoor stappen kunt nemen om een nieuwe plek te gaan bemachtigen, een andere functie wellicht. Nou, hier komt dan van bovenaf mee de ridder van zwaarden. Het vraagt moed, want het is zeker stormachtig, hè? Want natuurlijk als je lang gehoor hebt gegeven binnen een situatie en je komt tot inzicht, dan gebeuren er een heleboel dingen tegelijkertijd. En dat schept ook best wel wat angsten. Dus op zich is dat heel begrijpelijk. Maar zo doorgaan, dat leek niet het allerbeste, want het vloerde je letterlijk. Je hield geen power meer over. Of het nou een werkplek is, of een situatie, of een connectie, of je eigen negatieve denken, wat een echte draai moest gaan krijgen. Dat vraagt ook moed. Maar wat komt hiermee? Wauw, van bovenaf, zie je dat? Hier de Holy Spirit, als het ware, die in de kelk hier, en dat is eigenlijk jouw hart, de druppeltjes van liefde laat vallen, zodat je weer meer oog krijgt voor jouw eigen innerlijk. En dat zie ik hier, dat creëert een hele nieuwe visie. Ook al is dat niet 1, 2, 3 compleet, maar de eerste stappen gaan gezet worden. Dat zie ik hier, dat stukje stagnatie geeft het wel mee, maar je stapt in de boot. En dat is het begin van een nieuwe ontwikkeling die jou naar een rustig vaarwater brengt. Nou, en waar je geen weet van hebt, is dus dat je letterlijk in een nieuwe cyclus van je leven aan het stappen bent, lieve Ram. Een hele nieuwe wereld zal voor jou opengaan. We zagen het hier al, je stapt in een boot die een andere richting ingaat. En het is nog onbekend, het is nog niet volledig bekend. Nee, de eerste stap is gezet en de visie om inderdaad gehoor te geven aan je werkelijke interne wensen en weer liefde als het ware voor jou toe te staan, maar ook naar jezelf toe,
in plaats van negatieve boodschappen, dat je geen waarde zou hebben bijvoorbeeld, of minderwaardigheidsvertalingen in gedachten. Ja, dat gaat helemaal veranderen. Dat is die, echt die nieuwe cyclus waar je instapt. Er komen gedachten nu naar jou toe die jou gaan honoreren van waardering en zelfrespect, van zekerheid en kracht, en dat je in jezelf gaat vertrouwen. En dan, kijk hier, hebben wij hier de staven 9, komt hier die kracht weer terug. Hè, die innerlijke kracht. Het lijkt wel alsof dat voor jou ooit een soort van bedreiging was, maar die ga jij nu succesvol ervaren. Jouw kracht is namelijk voor jou tot beschikking en jij zal dat oude, de oude structuur van denken, mocht het daarom gaan, weten te weerstaan met deze niet verwonde krijger in dit verhaal, maar strijdlustige krijger. Hè? Niet omdat je moet strijden om iemand te zijn die je al bent, want dat is er al. Maar om het bloot te kunnen leggen wat verborgen bleef onder deze gedachtenstructuur. En dat komt hiermee. Maar gaat het over een connectie, dan weet jij deze connectie goed buiten de deur gaan houden, die jou ja, totaal onderuit haalt eigenlijk, hè? Want dat komt hier wel mee naar voren. Je bent zo ver dat je er overheen bent. Ja, dat zie ik. Je bent aan tot zicht aan het komen en je hebt de moed hier om daar die verandering te brengen, om wel om jou te geven. Ook al doet de ander het niet, jij gaat het alvast doen. Maar gaat het over een werkplek, ja, dan zien we dus dat jij niet meer weerloos zal zijn, maar jezelf heel goed even weet te verwoorden met de wensen die daarbij horen en wellicht jou daarom in een andere positie gaan brengen. Misschien een andere functie, misschien in dezelfde functie, maar waar jij herkenning gaat vinden, omdat je het bent gaan communiceren, wat je eerst niet durfde, laat ik het zo zeggen. Je was zo onder de indruk, maar dat zie ik hier. Je komt tot inzicht dat jij die kracht hebt om dat te verwoorden, hoe jij wilt dat er ook met jou wordt omgegaan binnen een werkplek. Maar het kan nogmaals ook over connecties gaan. Ja, dat jij geen negatieve mensen meer zo dichtbij gaat laten komen. En dat is dan die hele nieuwe cyclus. En daardoor ja, smelt jouw hart iets meer voor jouzelf opnieuw. Maar ook komt er dan een open deur, als het ware, om ook andere connecties te ontmoeten die ook jou gaan beantwoorden in dat wat je nodig hebt. En dat is een heel ander verhaal dan dit. Dat kwam hier niet naar voren. Dat is nog steeds hier in die boot stappen naar een heel ander vaarwater. Nou, en dat is dus deze nieuwe cyclus. Dan gaan we even kijken. De 5 kelken. Ja, het houdt tegelijkertijd een vorm van verlies in. He, niet dat alles verloren gaat, want hier zien we dus he, die 2 bekers die staan recht overeind. En dat is toch dat jouw denken en jouw hart op één lijn gaan komen. He, en hier was bijvoorbeeld het hart bijna gesloten, omdat je ja, uit angst bijvoorbeeld, hè, dus dan is de kwetsbaarheid eigenlijk de deksel erop, want dat is te gevaarlijk voor je gevoel althans. En dan ga je alleen maar doen wat er opgelegd wordt. Maar dat gaat dus voorbij. En hier zien we eigenlijk ook een poort die open gaat, die nieuwe wereld. Maar natuurlijk ga je dit wel een beetje voelen. En dat merk ik ook hier met deze gehangene lieve ram. Natuurlijk gaat het niet aan langs jou heen. Het gaat door jou heen, deze omwenteling zou ik eigenlijk zeggen. Maar kijk eens,
Hier hebben we opnieuw de zwaarde 6. En nou, je gaat dus echt op zelfstandige wijze nu na de keuze toch dat je kiest voor jou, jouw eigen vaarwater bepalen. Nou, dat ziet er al heel goed uit. En de expressie komt hier nog nota bene de keizer mee naar voren. En dat is dus de nieuwe inspiratie die gaat toenemen in jouw leven daardoor. He, want als jij hier zit, dan is er weinig inspiratie. Dan ben je min of meer overgeleverd. En voel je je onrustig en wanhopig en ja, helemaal niet meer jouzelf. He, en hier ga je dus uitkomen. Dus lieve Ram, er gaat iets nieuws in jouw leven in ontwikkeling gebracht worden. Met nieuwe inspiratie en autoriteit op jezelf kunnen handhaven. Dat is een hele nieuwe wereld. En dan eenheid in jezelf gaan vinden. Hè, tussen ratio en gevoel. Nou, mooi om te zien. En dan komt hier nog de koningin van staven. Dat geeft het opnieuw weer. Het kan ook zijn dat dit gaat over iemand die jou gaat bijstaan, die jou inspiratie geeft om dit proces te laten voltrekken in jouw leven. Maar mocht het gaan over jouzelf, dit is iemand die moedig genoeg is inderdaad om stappen te zetten, krachtig genoeg is, dat is echt iemand die weet welke kant ze nu uit wilt. Dat heeft misschien wel een poosje geduurd, maar dit is iemand die daar keihard aan gewerkt heeft en die ja, nu de richting zal gaan bepalen die zij wilt. Maar hier zien we ook, hè, je houdt je vast aan je eigen waarde nu, aan je eigen kracht. En dat wordt jou tot een zekerheid en zelfvertrouwen. En ja, hier zit ze met prachtige zonnebloemen op een troon. Dus het heeft nogal betekenis. Nogmaals, het kan iemand in jouw omgeving zijn die jou inspireert in dit proces waar je eigenlijk toch in zit. Lieve Ram, of het nou overgaan is naar een andere werkplek of een andere functie. En je mond te gaan opendoen wat jij nodig hebt en belangrijk vindt. Of binnen relaties dat te doen. Of een connectie achter te laten die zo negatief was. Jij weet wel waar dit thuis hoort. En dan is dit degene die jou daarin steunt. En dan de zeven van pentakels. En dit is een hele andere zeven van pentakels. Kijk, want nu gaat jouw eigen boom als het ware groeien. He, dus dit wordt jou, dit gaat tot jouw voordeel komen. Ook al leek het geen voordeel. Want ja, ik zie toch wel dat je toch wel heel diepe momenten hebt meegemaakt die heel pijnlijk geweest zijn, op zijn minst. En ik zie hier ook hoe negatief dat eigenlijk heeft vertaald. Of het nou je eigen gedachte was nogmaals. Of een relatie of connecties. Of een situatie binnen werk. Je gaat goed uitkomen. Je gaat in ieder geval je talent brengen waar het herkend wordt. Waar het vruchtbaar wordt. Waar het nieuwe groeiontwikkelingen tegemoet zal gaan. En je hebt daar nog niet de weet van. Daar ligt dat dan eigenlijk. Maar dat gaat dus voor jou in het beeld komen. Dan kijken we hier wat gaat helpen. Nou, inderdaad, de vijf van pentakels. Hier zien we het. Niet meer naar beneden kijken in de zin van naar dit. Want dan blijf je daarmee dealen. Nee, maar ga vertrouwen op jouw eigen innerlijke kracht. En weer eenheid in jezelf ervaren. En je niet laten misleiden of afleiden door negatieve ideeën. Die geef je geen voeding meer. Nee, je gaat voeden het licht wat in jou leeft. Jouw ware natuur, zou ik maar zeggen. Want daar zijn nu de ogen opgericht. En dat
komt er iets nieuws in beweging. En je ziet hier ook het groen, een helingsproces niet alleen, maar ook hele nieuwe groeiontwikkelingen. Dat kan zijn op werkgebied, maar ook binnen een situatie of connecties. En in werkgebied, doordat jij dan de communicatie aandurft te gaan. Dat is de boot waar je in moet stappen. Want anders blijf je deze conflicten gehandhaafd zien. En maar door te gaan communiceren en assertief te worden op dat wat echt van belang is en wat jij ziet, dat vraagt een enorme moed. Maar wat een tevredenheid gaat jou dat brengen en een voldoening. En sterker nog, daardoor komt er een nieuwe cyclus in aantocht. Omdat je dan dat van je af zal houden wat er niet meer toe doet. En dan kom je wellicht in een andere positie vanuit jezelf door de nieuwe visie. En dan word jij al anders benaderd. Dat is eigenlijk al een levenswet. Dat krijgt dan zo'n gevolg al, automatisch. Nou, en we nemen hier nog de schildknaap van Pentakels mee. Toch wel wat pentakels zo. Dus het zou kunnen dat het over conflicten binnen werkpositie is. Maar inderdaad, door nieuwe inzichten tot ontwikkeling te brengen, wat hier gebeurt, dat brengt jou in een hele andere direction, zou ik zeggen. Een hele nieuwe vorm van richting ga jij vinden. En dat geeft hier ook deze open cyclus met zich mee. Nou, de omgeving gaan we kijken, wat komt daarmee? De vier van pentakels. Nou, je gaat uit het vastzitten loskomen. Hoe mooi is dat om te zien? Praktisch gezien ga jij dit tot stand brengen. Of het nou binnen een conflict van werk is waar jij gaat communiceren, waardoor het anders gaat worden, waardoor jouw hele positie verandert, hè? Door de communicatie, of als het een eigen gedachte negatief patroon is, dat ga je absoluut weten te doorbreken. Of het is misschien een hele negatieve connectie die je achter gaat laten met succes. Heel praktisch in jouw voordeel zal dat werken. En mocht het een relatie misschien zijn waar je uitstapt, waar ik nu niet direct 1, 2, 3 heel sterk de neiging naartoe heb, maar meer in de zin van dat jij jouw talent nu meer tot zijn recht kan laten komen door aan te bieden jouw talent op de juiste manier. Dus niet meer via personen. Misschien zijn die ontzettend jaloers geweest en hebben geprobeerd met de eer te gaan strijken met het harde werk. Want dat zie ik ook hier terugkomen wel, wat jij hebt gedaan. Nou, en dan, deze komt omgekeerd binnen, maar natuurlijk gaat hij nog draaien. De kelken 3, dus het is nu nog niet zover de reden tot het feestje. Omdat, wat ik al zei, er is een stukje stagnatie nog. Het is in ontwikkeling, maar een feestje gaat het zeker worden. Want het gaat jou tot vreugde worden. Deze vier van pentakels, die samenwerking van binnenuit op één lijn te komen. Ja, dat wordt werkbaar voor jou en op alle gebieden. Dus in een connectie, maar of misschien wel in jouw eigen innerlijk, dat kan ook jouw gedachtenwereld die echt een shift zal ondergaan. Een nieuwe cyclus gaat echt open en het andere zal je daardoor krachtig kunnen weren wat jou weerhoudt om jouw pad te kunnen bewandelen. Wauw, krijgen we hier nog mee de mogelijkheden? Dit wordt dus van bovenaf meegegeven. Je ziet hier al een engel de hoorn blazen. Jouw tijd is gekomen om hier uit te komen, om hier doorheen te komen. Dus als het over het werk gaat, zul je gaan communiceren hoe het eigenlijk in elkaar steekt om tot jouw recht te komen. En daardoor gaat dat talent floreren voor jou ook. Ga je doorgroeien, ga je nieuwe mogelijkheden in ontwikkeling brengen. Kan ook zijn dat je een andere functie nogmaals krijgt.
Maar mocht het over een situatie gaan, ja, dan komt er echt een totale nieuwe ervaring binnen, waardoor de situatie echt een nieuwe cyclus begint. Dus dat die helemaal gaat veranderen. Nou, geweldig om te zien. En dan, dit is dan eigenlijk wat daarmee komt, de pentakel 6. Dus ik zie toch wel hier 3, 4 pentakelkaarten. Ik heb de sterkste neiging naar conflicten op werk te gaan. Maar hier zien we dus dat jij het voor elkaar krijgt om een nieuwe balans te vinden binnen wellicht nog jouw organisatie of bedrijf. Maar wellicht op een andere positie of in een andere functie, maar wel op een andere wijze waarmee jij nieuwe mogelijkheden in ontwikkeling gaat brengen. Lieve Ram, dan kreeg ik nog 2 eindkaarten, de verwachtingen. Ja, het is een stukje strijd, geen gevecht meer, hè? Want zwaar de 5 is echt nog zo conflictgevecht als het ware. Maar nee, dat zag ik natuurlijk hier. Ja, dat conflict heb jij al achterwege gelaten. Daar ben je al aan uit. Dat kwam hier al mee. Je hebt inzicht verworven. Dat zei ik al. Dat is de eerste stap waar er vervolgstappen op gaan komen. Want jij stapt in die boot naar een ander vaarwater. Je gaat het hier met 2 keer zwaarden 6 helemaal anders aanpakken. En ja, met deze keizer natuurlijk, hè, de inspiratie en je eigen autoriteit weer eigenlijk in beheer. En dat is de strijd, de goede strijd. En ja, met deze gerechtigheid, die kwam dus samen. Dus het universum wil jou laten weten, lieve Ram, dat het jou tot je recht nu gaat laten komen. En natuurlijk is het dan van belang om assertief zeker te zijn, hè? Mocht het gaan over dat conflict binnen een werkplek en de ander gaan met de eer strijken, hè? Of ze zijn jaloers en proberen dingen van jou in een negatief beeld te brengen. Communicatie is dan heel erg belangrijk, zodat jij zeker weer kan doorgroeien in het prachtige talent wat jij bezit. Tot jouw recht komen, de ware balans ook, hè, hier gaan vinden. 2 keer een balanskaart. Nou, dat is al de richting van de toekomst. En dan opnieuw de krachtkaart. 2 keer verbonden met jouw echte kracht en niet meer terughoudend in de zin, hè, hier is iemand die gewoon assertief zal zijn en zich niet meer laat onderdrukken door negativiteit. Of het nou op een werkplek is of binnen een relatie zelfs. Misschien familiestructuren of gewoon op het werk dat iemand anders, ja, jou loopt te boycotten. Je hebt de kracht om dit te boven te komen, te overwinnen. Niet alleen dat, maar ook een nieuwe ontwikkeling daardoor in gang te brengen. Nou, nu begrijp ik ook deze kaart een stukje beter, want hier staat angsten. Ik denk, wauw, dat is nogal wat. Natuurlijk treft dat vaak ook, ja, dat zei ik hier al, je hebt zeker angsten gehad en dat zag ik hier terugkomen. Dit is zeker bedreigend. En wat heeft het de moeite gekost om zo ver te komen om een besluit te nemen? Ja, door inzicht te ontwikkelen en moedig te worden. Moedig. Waarom? Omdat jij als geen ander met 2 keer de kracht hebt dat vermogen, lieve Ram. Kortom, Ram, deze is de 2, hè, de 38, die komt uit op de 2. Dus de keuze zeker blijven volgen om assertief te zijn en voor jouzelf jouw eigen recht te verwoorden. Je hoeft daar geen ruzie voor te maken. Het is gewoon jouw recht. Hè. En als het een innerlijke kwestie is, ja, reken gerust af met negatieve denkbeelden. Die gaan niet over jouw ware natuur. Die ware natuur is een prachtig wezen, maar die heeft wellicht bedolven gelegen onder oude overtuigingen die ontwikkeld werden door deze duivelse kracht, zou ik bijna zeggen. Dus iets nieuws in jouw leven toelaten. Kijk eens wat een prachtige kleur.
wat een hele nieuwe kleur in jouw leven zal gaan brengen. Het vraagt alleen om bereid te zijn om oude ervaringen of overtuigingen achter te laten. Een overtuiging dat je niet durft assertief bijvoorbeeld te zijn. Want weet je, lieve Ram, jij hebt deze vuurkracht in je om dit te kunnen. En het gaat je tot je recht brengen. Dus ja, ga deze strijd gerust aan. Dat is de gezonde strijd. Wees bereid om het oude achter te laten. En je vraagt je misschien af of de krachtkaart de inspiratie mee wilt geven die het vertaalt. En dat is dus een dikke ja, want dit is een krachtkaart die dus jouw ware kleur tot ontplooiing wil laten brengen. Expressie wilt geven van jouw echte, ware natuur, jouw echte zelf. En niet expressie afbuigen via oude overtuigingen. Niet alleen je eigen kleur expressie geven, bijvoorbeeld in de stilte, dus van ja, je weet het wel wie je bent en wat je in je hebt, maar dan een beetje op de achtergrond blijven, maar juist deze nu in de zichtbaarheid brengen, kenbaar maken, om het te delen van wie jij eigenlijk echt bent en het daardoor ook echt te gaan ervaren nu in de praktijk, in het leven van alle dag, in het nu, in jezelf, in je innerlijk, maar ook in de omgeving, of het nou een werkplek is of connecties is. Kortom, de kleuren die de emoties vertalen van jouw leven en die eigenlijk zeggen zonder angst jouzelf te kunnen delen op een assertieve wijze. Dat is juist dan ontdekken wie jij echt bent. En het doet je goed als je het juist op deze manier gaat aanpakken, als het ware, in de zin van omdat het jou weer het vertrouwen toebrengt, als het ware, de zekerheid, het zelfvertrouwen, de connectie van jouw eigen innerlijk in gang brengt. En dat is wat ik hier ook zie. Vol zelfvertrouwen, jouw talent als het over werk gaat, maar ook het talent, het vermogen bedoel ik, om dus negatieve zaken in je eigen innerlijk te gaan weren en geen gas meer te geven, de gas uitdraaien en de knop aandraaien voor jou. Ja, hier aandacht aan gaan geven en deze ontwikkeling, dat is die nieuwe cyclus die hier in gang gebracht wordt. Dat is waar het oordeel over gaat. Dus laat anderen jou niet zomaar oordelen of beoordelen. Of beoordeel jouzelf niet op binnen de ideeën. Ja, ik kan het niet en dat soort zaken. Want dat is een oordeel over jezelf uitspreken. Je kan het wel, want twee keer komt de kracht naar voren. Maar het was nooit goed in beeld gekomen welke kracht jij bezit. Maar nu heeft het universum meegegeven. Nu is de tijd aangebroken. En nogmaals, ook dus mocht het over een werkplek gaan. Door assertief te zijn, ga je beter uitkomen. En kom jij meer tot je recht en meer in voldoening. Ik ga het hier gewoon bij laten, lieve Ram. Het spreekt eigenlijk zo vanzelf. Althans voor degene wie het resoneert. Resoneert het niet, neem dat waar je misschien iets mee kan en laat de rest gewoon lekker gaan. Heel graag de andere keer weer. Maar wie, voor wie deze boodschap is, de tijd van vreugde gaat dan voor jou wel aanbreken. Want hier zien we ja, een nieuwe vrijheid in ontwikkeling. En ik zag natuurlijk hier al meekomen wat een groeiontwikkeling er voor jou in petto staat. Een nieuwe cyclus waarin jij ja, werkelijk uit de verf gaat komen. Graag tot de volgende. Dag, lieve Ram.